Welkom bij Tips en Tricks vanuit Amsterdam. Mijn naam is Harme Snel en ik ga het vandaag hebben over een paar tips in het algemeen als het gaat over onderzoek in doopbegraafboeken, bevolkingsregisters. En verder wil ik het hebben over wat bij het vorige filmpje voor Familiemen Thuis aan de orde is gekomen. Dat ging over migratie van mensen vanuit het buitenland naar Amsterdam door de eeuwen heen. Wil ik vertellen over dingen die je kunt vinden, maar niet in de reguliere doopbegraafboeken, maar wel in de archieven van kerkgenootschappen. En dat zijn aparte dingen. En soms kom je daar tot verbazingwekkende ontdekkingen. Dingen die je dus nogmaals niet in de doopbegraaf- en begraafboeken gaat vinden. En die tips en tricks wil ik graag met u delen. Ik ga eerst iets vertellen over een paar hulpmiddelen die je kunt gebruiken bij het gebruik van doopbegraafboeken, bevolkingsregisters, eigenlijk alles wat in de indexen zit. Dit is onze website, adres www.amsterdam.nl/stadsarchief. En op deze homepage, daar vind je in het midden onderzoek. En dan heb je hier inventarissen, indexen. Gaan we naar indexen, dan vinden we een heleboel verschillende soorten indexen met maar liefst ruim 23.000 miljoen scans. Ga dan naar uitgebreid zoeken. En dat zou ik eigenlijk altijd aanbevelen. Enerzijds omdat dat de opbrengst veel kleiner maakt en omdat je beter kunt filteren. Je hebt hier achternaam, voornaam, tussenvoegsels. Dat is natuurlijk wel voor de hand liggend. En hieronder zie je alle soorten archieven die in de indexen zitten. Veel bevolkingsregisters, maar ook bijvoorbeeld begraven, dopen enzovoort. Nou, als we daar nou iets intypen, ik selecteer nu even alleen op begraven. En ik typ in bijvoorbeeld de naam Bakker. Nou, een van de belangrijkste tips is het gebruik van het sterretje, oftewel de wildcard. En je moet zich realiseren dat in de 17e, 18e eeuw schrijfwijzen van namen en plaatsen, daar geldt hetzelfde voor, niet eensluidend waren. En dat daar zeker met namen uit het buitenland afkomstig gewoon veel varianten mogelijk zijn. Nou, hoe kun je dat heel makkelijk zien? Door een oer-Hollandse naam in te typen. Bijvoorbeeld de achternaam Bakker. 2450 hits in alleen die ene index begraven. Maar dit is dus alleen op die schrijfwijze Bakker zoals we die nu ook zouden doen. Als ik meer varianten van Bakker zou willen weten, dan zou ik op die eerste K misschien een C verwachten. Maar dan moet je alles overnieuw, iedere keer weer opnieuw gaan doen. Als ik daar een wildcard neerzet, een sterretje. En ik zet bijvoorbeeld ook een sterretje aan het eind, daar ook een wildcard. Dan krijg ik ook alle Bakkers met CK, maar ook de familie Bakkers. Of alles wat begint met Bakker, maar dan een ander einde heeft. En eens kijken hoeveel dat dan oplevert. En dan zitten we al ineens op 5000 hits. En binnen die 5000 hits, dat is dus best wel veel natuurlijk ineens een index, kun je selecteren op voornaam, krijg je ze allemaal van A tot Z. En als je hier nog een keer op klikt, dan gaat hij dat andersom doen. En je kunt ze op achternaam selecteren als daar veel afwijking in zit. Je kunt ze op datum selecteren, de oudste eerst, 1553. Plaats heeft niet zoveel zin. Bron, dit is één bron, dus dan ga je verder ook niet veel opleveren. Je kunt ook nog verder selecteren door bijvoorbeeld een bepaalde periode aan te vinken. En dan kun je zeggen, nou doe mij alle Bakkers die zijn overleden tussen 1720 en 1740. En je kunt ook meerdere indexen tegelijk aanklikken. Dat betekent wel dat je een beetje moet weten wat die indexen betekenen, want anders dan haal je allemaal dingen door elkaar die misschien helemaal niet bij elkaar horen. Eén index is wel eentje met een aparte gebruiksaanwijzing.
En dat is de index doopboeken. En dat komt omdat het stadsarchief ervan uitgegaan is dat de achternaam van de vader niet automatisch de achternaam van het kind is. Dat is het natuurlijk wel als het gaat om een bakker. Dan ligt het voor de hand dat het kind ook met zijn achternaam Bakker heet. Maar wat nou als je het kind Jan vindt van Harmen Hendricks? Heet het kind dan Jan Harmens of heet het kind dan Jan Hendricks? Nou, dat is op voorhand, kun je er wel een idee over hebben, maar er is gewoon geen keiharde wetenschap die zegt dat het een is en niet het ander. Dus daarom heeft het stadsarchief die twee rollen, twee personen naast elkaar. En als ik nou bij de eerste persoon zeg voornaam Harmen, kind doe ik dan als tweede kolom Jan. En ik vervang hier de rol dopeling of kind. Dat is misschien nog wel zo handig. En hier doe ik de rol vader. Nu krijg ik dus binnen die hele serie doopboeken alle vaders. Harmen met een kind Jan. Laten we eens kijken wat dat oplevert. We zien alleen de vaders, maar we weten, al deze vaders hebben een kind, Jan. En als we die nu, zoals we dat hier hebben, chronologisch hebben geselecteerd, dan krijg je dus alle Harmens met een Jan. Dan zoek je er eentje van 1590 ongeveer. Nou, dan zie je, dat zijn er een stuk of 5 à 10 die het zouden kunnen zijn. Waarvan natuurlijk bijna elke vader Harmen Jansen heet, maar dat terzijde. In het geval dat je dus weet dat Jan Harmens gezocht wordt, dan vul je dus die Harmen en die Jan in de diverse kolommen en je geeft ze de goede rol. Ditzelfde kun je doen met een moeder, hè, of een achternaam of wat. Hè, dus, en gebruik daar ook weer die wildcards, want in die hele vroege tijd, ik heb nu gemakshalve Harmen ingetypt, maar als we hier Herman intypen, of Hermun, dat kan dus ook. Ja, en dat had u dus ook via die wildcard kunnen krijgen. Dan blijkt dat er dus ook nog 27 Hermuns zijn, die eigenlijk ook net zo goed Harmen hadden kunnen zijn als een andere dominee of pastoor ze genoteerd had. Dus ook hiervoor geldt, gebruik die wildcards, ook met een simpele naam als Harmen. En Herman kan dan natuurlijk ook, dus eigenlijk moet je 2 wildcards gebruiken. Waar nu 2 E's staan, vul je 2 wildcards in. Nou, dit voor wat betreft een tip voor het gebruik van de DTB. In het vorige praatje voor het familiement kwamen diverse vragen over van ja, waar vind je nou die gegevens over die migrant? En hoe weet ik nou welke godsdienst die mensen hebben en hoe weet ik nou waar ze dan precies vandaan komen enzovoort. Dat is inderdaad een dingetje. In principe komen die informatie, eigenlijk in eerste instantie komt die informatie altijd uit de ondertrouw. In de ondertrouwakte geven mensen hun herkomstplaats op, hun geboorteplaats. Maar goed, dat is niet altijd even duidelijk. En dat kan omdat bijvoorbeeld mensen een grote plaats opgeven als herkomst, terwijl ze eigenlijk in een dorpje vlakbij woonden. Nou, dat maakt het allemaal niet simpel. Een andere variant is dat je die hele plaats niet kunt ontcijferen of snappen wat daarmee bedoeld is. En dan heb je natuurlijk nog een derde probleem, dat mensen ook getrouwd hier naartoe gekomen kunnen zijn en er dus geen ondertrouw is hier. En dan op een andere manier moet achterhalen waar die mensen vandaan gekomen zijn. Nou, en als dat dus via de reguliere bronnen, de DTB, niet makkelijk is, dan gaan we nu een paar tips en tricks behandelen om daar misschien toch achter te komen. En een van de dingen die eigenlijk dan ook voor de hand ligt, is dat het dus wel degelijk van belang is om te weten welk kerkgenootschap er gezocht moet worden, omdat de kerkgenootschappen ook hun eigen registratie vaak bijhielden. En elk kerkgenootschap deed dat natuurlijk weer net even een beetje anders. Maar de belangrijkste ga ik nu straks wel even noemen.
En eerst wil ik twee voorbeelden geven. En dit is het eerste voorbeeld. Het is een ondertrouw van Rudolf Opis uit 1687 met Maria Malens. Zijn vrouw komt uit Aterendorp en hij komt uit Boudesin. En nou, Boudesin, dat is een naam die niet veel zegt. Rudolf Opis klinkt natuurlijk eigenlijk nogal Duitserig. Maar ja, Boudesin, dat zegt toch bijna niemand wat. Nou, daar heeft het Stadsarchief een mooi hulpmiddel voor. En dat hulpmiddel zit verborgen onder themasites. En als we het hebben over themasites, dan zit daar onder downloads. En bij die downloads zit onder andere herkomstonderzoek. Als je dat aanklikt, dan kun je een bestand downloaden van alle plaatsen en uit de ondertrouw en uit de notariële archieven, zoveel mogelijk geanalyseerd, verschillende schrijfwijzen, hoe die huidige schrijfwijze van die plaats is. Nou, als we dat Boudesin daarin typen, dan is dat heel klein, maar hier staat Boudesin, thans Bourg d'Oisans, Le Bourg d'Oisans in Frankrijk. Nou, denk je, dat is mooi. Dat wordt Frankrijk. Maar dat is natuurlijk een beetje onlogisch al met een Rudolf, wat een hele Duitse naam is, en een Opitz, wat natuurlijk eigenlijk ook heel Duits klinkt. Dus de kans dat dit klopt, ik geloof er niet in. Maar daarmee zijn we nog niet bij de oplossing. Wat is nou de herkomstplaats Boudesin? Nou, ik denk, en als je verder gaat kijken, zul je zien dat de kinderen van meneer Opis en zijn aanstaande, dat die Luthers werden gedoopt. De volgende stap is, als dat zo is, kijk of er ook een Luthers huwelijk is. En ondertrouw is voor de stad, maar dat wil niet zeggen dat die mensen niet ook een eigen huwelijk in een kerk hadden daarnaast. Dit is het huwelijk van Rudolf voor de Lutherse kerk. En nu schrijven ze het iets anders. Dit is Rudolf Opitz, nog Duitser, van Pautzen. En Pautzen is natuurlijk wel iets heel anders dan Boudesin. Maar Pautzen, dat zegt ons misschien ook nog niet zoveel. Dan denk ik, misschien is meneer Opitz ook wel lidmaat geworden van de Lutherse kerk. Eens even kijken wat daar staat. En daar staat hij. Rulofs Opitzen van Bautzen uit Sachsen. En nu komen we in de buurt. En als we dit gaan opzoeken, dan komen we uit op Bautzen in Sachsen. En in een andere taal heet het Boudesin. En dat komt heel erg dicht bij Boudesin. En dat komt omdat dit gebied, het is de meest zuidoostelijke hoek van de oude DDR. Dat werd in die tijd en nog steeds bewoond door Sorben. En Sorben hebben een eigen taal. Lijkt natuurlijk wel op Slavische andere talen. Maar het is een eigen taal. En Bautzen in het Duits heet Boudesin in het Sorb. En hiermee is dus duidelijk dat Boudesin ons nergens had gebracht. Pautzen was ook een probleem geweest. Maar met Bautzen weten we exact waar meneer Opitzen vandaan kwam. En het is dus wel zo dat via de ondertrouw niet was gelukt. Met alleen het kerkelijke huwelijk misschien al wat dichterbij gekomen was. Maar met een lidmaat er ook nog bij, lidmaatinschrijving, dan kom je tot de werkelijke plaats en is het raadsel opgelost. Dit voorbeeld met buiten die ondertrouw een kerkelijk huwelijk en een lidmaatinschrijving is maar één voorbeeld van hoe belangrijk aanvullingen kunnen zijn in de archieven van de kerkgenootschappen. Want waar moeten we aan denken? Behalve dat lidmaten, wat niet iedere kerk deed, de katholieken niet bijvoorbeeld, maar de hervormde, lutheranen enzovoort wel. Wat deden ze nog meer? Nou, belangrijk is dat ze eigenlijk alle dingen deden waar de stad geen zin in had. En de stad deed ook dingen voor de mensen, maar dat waren alleen voor de burgers, de poorters in Amsterdam.
En als je geen poorter was, dan moest je aankloppen bij het kerkgenootschap. Waar denken we dan aan? Wezenzorg. We denken aan bedeling van de groep, de armen binnen de groep. We denken aan bejaardenzorg. En eventueel dus dat registreren van wie hoort bij onze groep. Nou, en elk kerkgenootschap deed dat anders. Het heet ook vaak anders. De ene keer vind je dat meer bij de protestanten, vind je dat onder diaconie. Nou, diaconie is in feite niet de organisatie binnen het kerkgenootschap wat zelf zorgt voor wezen, zelf zorgt voor bejaarden enzovoort. Maar zij gaan over de kosten. Maar als je archiefonderzoek doet naar mensen, dan zul je heel vaak zien dat de bronnen die je moet gebruiken eigenlijk altijd gebaseerd zijn op kosten die gemaakt moesten worden en verantwoord moesten worden. Dus als er een registratie is van wezenzorg, dan hangt daar dus ook een diaconie aan vast die de kosten moet verantwoorden. En waar je soms ook dus gegevens over individuen in kunt vinden. Dus naast een weeshuis, naast een bejaardenhuis, ook altijd naar die diaconie. En bij de katholieken, die dus geen lidmaatregistratie hebben, wat erg jammer is, maar ja, zo zei het, die katholieken, daar heet die diaconie weer het oude armenkantoor. Dus de namen zijn soms afwijkend, maar het makkelijkste om daarachter te komen is om toch diaconie in te typen. En dan zie je vanzelf dat er een Lutherse diaconie is, een hervormde diaconie is enzovoort. Of het woord sterretje, weeshuis sterretje in te typen. Zodat je ziet van, hé, er is een weeshuis van de remonstranten. Hé, er is een weeshuis van de doopsgezinden. Dat heet de oranje appel. Hé, er is ook een weeshuis van enzovoort. Of je zegt oude mannen of oude vrouwen. Zo heetten die bejaardenhuizen vroeger. Dat soort termen. En die kun je gewoon bij inventarissen in het algemene zoekveld intypen. En dan krijg je een hele lijst. En dan zie je dat bijvoorbeeld de kleine dorpen rond Amsterdam ook allemaal een diaconie hebben. En soms ook een weeshuis hebben. Dat is dan heel klein op dorpsniveau. Plaatsen die later geannexeerd zijn bijvoorbeeld. Die hebben dat allemaal. Eigenlijk had natuurlijk elk dorp, elke stad, had zo zijn armenzorg, zijn wezenzorg, zijn bejaardenzorg verdeeld over een stukje voor de stad en de rest voor de kerken. Waar het natuurlijk vanaf hangt, is alles wel bewaard gebleven. Dat is natuurlijk een punt. Maar je kunt in ieder geval zoeken. En ik zal nog een voorbeeld geven. Een tweede voorbeeld is ook gebaseerd op een ondertrouw. Ondertrouw uit 1773 van Cornelis Amons. En zijn aanstaande is Anna Louise Volkmans van Stettin. Nou, Stettin, dat is niet zo ingewikkeld. Dat ligt nu in Polen op de grens met de oude DDR. Het is duidelijk ook iemand van Duitse afkomst, Anna Louisa Volkmans. Maar voor hem is het een stuk minder duidelijk, want Cornelis Amons is best wel vrij algemener, maar de plaats waar hij vandaan zou komen begint met Bram, komt nog iets achter. Bramsje zou je aan kunnen denken. Dat ligt dan in Duitsland, Midden-Duitsland. Er staat wel op de tweede regel Luthers, dat geldt voor haar ook. Nou, dus wat kunnen we met deze plaats? Nou, niet veel, maar we kunnen de truc weer uithalen door te kijken of er een kerkelijk huwelijk is die dan wat anders brengt dan Bram met nog iets. En dat kerkelijk huwelijk, dat staat hier. In de Lutherse kerk dus, Cornelius Amons van Brines. En zij nu echt ook op zijn Duits geschreven van Stettin. Ja, Brines, eerlijk gezegd, zegt me dat nog niks. Dus moeten we toch kijken van waar kunnen we nog op een andere plek misschien iets over zijn herkomstplaats vinden. En daar moet je een beetje geluk mee hebben. Maar soms zitten mensen dus ook in een bejaardenhuis. Ik heb dat net al genoemd. En dat geldt voor Cornelis Amons dus ook. En dit is de inschrijving als hij in dat bejaardenhuis binnenkomt. En dan heet hij ook weer Cornelis Amons. Maar nu is hij van Bragernes in Noorwegen. En het was dus nog helemaal niet duidelijk dat het om een Noor ging. En Brines en Bram, of Branis, het blijkt dus Bragernes te zijn. En met deze informatie kun je online de doop vinden van deze Niels
zoon van Amund Jonassen in Bragernes in Noorwegen. En waarom hadden we hier nou inderdaad ook al meteen kunnen kijken? Hij is overleden in 1820 hier in Amsterdam. En het is gewoon een burgerlijke standakte. En in die burgerlijke standakte staat ook dat hij is overleden in het Lutherse oude mannenhuis. Dus als we dit niet hadden kunnen oplossen, dan hadden we toch nog een aanwijzing gekregen in zijn overlijdensakte in de burgerlijke stand. En daar staat overigens niet in dat hij in Bragernes is geboren, maar het verwijst dus wel naar het feit dat hij in het bejaardenhuis zat. En deze twee voorbeelden moeten duidelijk maken dat er in die archieven van de kerkgenootschappen nog een heleboel dingen te vinden zijn die je in een heleboel van de, van de meest voor de hand liggende primaire bronnen niet kunt vinden. En soms dus wel een antwoord op een vraag kunnen geven die soms al lang kan liggen op de plank. En het is natuurlijk van belang dus om te weten wat is de godsdienst van de voorouder waar we naar op zoek zijn. En om een kleine indicatie te geven voor de stad Amsterdam. In de 18e eeuw was de helft hervormd, calvinistisch dus, inclusief de Waalse gemeenschap. 22% was katholiek, 15% was Luthers en 10% was Joods. En voor de snelle rekenaars blijft nog een paar procent over. Ja, dat zijn dus doopsgezinden, Grieks-orthodoxen en Armeens-orthodoxen, remonstranten, Engelsen met hun geloven. En zo zijn er natuurlijk nog wel wat kleine groepjes te bedenken. Maar dit zijn dus de vier grote groepen. En die hebben natuurlijk ook allemaal uitvoerige archieven nagelaten. Waarbij, nogmaals gezegd, de Joden over het algemeen minder over dit soort bronnen hebben nagelaten dan de hervormden of de Lutheranen en de katholieken ook weer wat minder dan de hervormden. Maar ze hebben allemaal zo wel hun eigen registratie, omdat het om hun eigen geloofsgroep ging. En daar dus ook gewoon geld aan gespandeerd moest worden. En ook ingebracht werd door dezelfde geloofsgroep. Een andere keer wil ik het dan bijvoorbeeld hebben weer over kerkgenootschappen, maar wat vind je nou bijvoorbeeld als het gaat over wezen? Soms weten we niet eens dat iemand als wees in een weeshuis heeft gezeten, want dat staat er helemaal niet bij in een ondertrouw. Maar mocht dat zo zijn, dan vind je misschien wel allerlei broertjes die verdwenen zijn. Waarom? Omdat ze misschien met de VOC zijn gaan varen of anderszins in de koopvaardij. Je vindt misschien wel welke kleertjes ze allemaal kregen. Je vindt hoeveel geld er aan besteed werd. En soms kun je familieleden identificeren met zekerheid omdat familie in het weeshuis zat. Daar wil ik graag een andere keer nog weer eens een tips en tricks over doen.